Ja, Sjors, niet het gewenste resultaat vandaag. 1-4 tegen FC Groningen. Een Groningen wat de afgelopen spelers ook niet goed speelde. Waar lag het vandaag aan? Nu heb ik van Groningen voorgespeeld onder een prima speler tegen Eagles. Die ben natuurlijk wel de weg naar boven ingezet. Maar de vraag waar het dan lag, ja, ik denk als je 4-1 verliest, dan is het altijd heel bijna flauw om te geven. Maar is je aantal tegengoals. Je komt geweldig op voorsprong met een geweldige goal. Je krijgt eerst zelf nog een aantal goede kansen om een tweede goal te maken. Maar toch ga je met 1-2 rusten. Terwijl ze amper 2 kansen hebben gehad. En dan probeer je in de rust alles weer overeind te krijgen, de rug te rechten. En vol goede moet je tweede helft in te gaan. Maar krijg je ook weer een 3-1 tegen die niet nodig is. Die geen grote kans is, maar door onze grote kans wordt. En dat is denk ik wel het verhaal van niet alleen vandaag, maar ook van vorige weken geweest. Goed spel heb je niks aan als je de goals makkelijk weggeeft. Ja, neem het even mee. 1-2 achter, begin aan de tweede helft. Hoe hard pak je dan na de eerste helft, waar je dan toch zo teleurstellend op 1-2 achterstand komt? Ja, eigenlijk door vooral daarop te focussen. Van jongens, we zitten in de hoek waar de klappen vallen. Heb je 2 opties nu. Of je gaat gelijk met je kop naar beneden toe. En begint de tweede helft met het idee dat het al verloren is. Of je bent toch zo sterk dat je weer je rug kan rechten. Dat je naar buiten kan gaan als een man en zegt, kom erop met die uitdaging. We hebben 3 kwartier, die gaan we vol pakken voor die goal. Want we speelden goed in de eerste helft. Want we krijgen veel kansen. Want we zijn gevaarlijk geweest. Ja, en dan is een 3-1 natuurlijk wel een hele harde tik. Want dan wordt het nog moeilijker om erin te blijven. Dan ben ik tegelijk wel trots voor wat het waard is. Dat een ploeg 4-1 achter staat. Met een man minder. En tot de allerlaatste seconde blijft vechten, rennen en vliegen. Dat is denk ik voor alles over deze ploeg. Qua energie, qua strijdlust, niks te verwijten valt. Maar ja, voetbal gaat ook om goals. En daar krijgen we gewoon veel te veel tegengoals in de laatste weken. Ja, even daarop inhakend. De tandem Mats en Zian, die werken vandaag ook uitstekend. Een aantal goede ballen van Mats zien ook weer goede looppasses. Loopacties van Zian. En dan heb je ook de pech dat die ballen van Zian er niet ingaan. Ja. Een aantal keer waar de keeper met geluk kan redden bij Groningen. Ja, en ik denk als je de kansen van vandaag, maar ook van vorige week achter elkaar zet. Ja, dan kan je bijna niet voorstellen dat we maar 1 goal vandaag maakt en 1 goal vorige week. Dat geldt voor Zian en Mats, maar ook nog een aantal andere kansen die we krijgen. Waar je 1-1 met de keeper komt, zowel vorige week als deze week. En dat is inderdaad, ja, je noemt het pech. Je noemt het de gifbeker, noem het hoek waar de klappen vallen. Dat zullen we een keer moeten omdraaien, dat is zwaar, want zit niet mee nu. Nu zit je in een hoek waar het net al even de verkeerde kant op valt. Maar één manier om eruit te komen is keihard blijven werken. En dan kan ik de ploeg in ieder geval niet verwijten dat ze dat niet doen. Ja, de komende maanden ook een heel zwaar programma in december. Heel veel uitwedstrijden. De topclubs van Nederland komen allemaal voorbij. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat verwacht je nog in die wedstrijden? Ja, het zijn natuurlijk hele andere wedstrijden als de Eagles, Heracles en Groningen. Wedstrijden waar we ook misschien meer vanuit reactie kunnen spelen. Je hebt denk ik ook gezien met de wapens die we nu voorin hebben, met zowel Noslin als Fleming als Seuntjes, maar ook een Verratti, hebben we echt veel loopvermogen in counters. Dus het zullen andere wedstrijden worden, maar misschien ook wel juist wedstrijden die ons af en toe heel goed kunnen liggen. Het zal raar zijn als je verwacht dat ze allemaal gaan winnen, maar je kan misschien ook wel stiekem ergens een punt of 3 punten gaan stelen. Ja, en verwacht je ook dat dan Semedo ook langzaam weer terugkomt, dat hij misschien al minuten zou kunnen maken? Ja, het liefst hadden we Lisandro laten starten in een oefenwedstrijd. Die hadden we staan over, goed zeggen, over 8 dagen. Helaas heeft hij de tegenstander afgezegd. We zijn nu aan het kijken van ja, doen we een nieuwe oefenwedstrijd speciaal voor Lisandro. Of laten we hem toch invallen, gewoon in de Eredivisie een keer. Op training gaat het steeds beter. Hij doet bijna alles met de groep mee. Dus het gaat in ieder geval heel de goede kant op. Oké, dat was dan in ieder geval positief nieuws vandaag. Ja, toch nog positief nieuws. Ja. Dan wens ik je nog heel veel succes de komende wedstrijd. En hartelijk bedankt. Dankjewel.